Goedemorgen, slash nacht. Het is 4:10. Lekker vroeg bij. We hebben lekker geslapen in het Citizen M Hotel. Dus bij Schiphol. Dus echt 2 minuten lopen naar de ingang. En ja, we gaan lekker zo meteen vliegen naar Rodos. Dus ik heb er zin in. Arno staat al helemaal klaar, dus ik moet opschieten. Laten we gaan. Ik zal even wat ik aan heb trouwens. Ik heb deze set aan van Shein. Er zit zo'n bijpassende top bij. En nu heb ik er even zo'n vestje over aan. Want ja, het is alsnog gewoon nacht. Dus het is best wel fris. En let's go, yo. Ik zit hier eventjes. Ik heb lekker een iced chai latte. Het smaakt best wel lekker eigenlijk. En Arne heb gewoon zo'n limonade dingen. Zitten we hier gewoon eventjes te chillen. Zo, mijn pony heeft ook echt een eigen leven ineens. Daar gaan we! Nou, we zitten nou even bij een etentje. We hebben allebei lekker pita gyros besteld. En we konden nog niet op de kamer. Dus we dachten, we gaan eerst even eten. Het is inmiddels Griekse tijd 2:30. Dus ja, het is wel fijn dat we nu even wat vol kunnen eten. En dan gelijk alles kunnen doen. Want waarschijnlijk klopten we even neer op bed. En dan even bijkomen van de vlucht en zo. En dan gaan we misschien nog even naar het zwembad. Maar dan moeten we even kijken. Maar we gaan eerst even lekker Griekse pizza gyros eten. Leuk zie ik voor jou. Oh, heerlijk. Dit wil je. Oh. We hebben net de sleutel gekregen van ons hotel. En tenminste ook zelf. Hotelkamer. Wat zalig. Nou, zoals je ziet moeten we nog een beetje acclimatiseren. Ik ben echt helemaal lek. Maar goed, dat komt allemaal goed. Ik zal jullie eventjes de kamer laten zien. Zo kom je binnen en dan heb je hier allemaal kastruimte. Oh, dat is helemaal netjes. Ik kan ook lekker allemaal jurkjes ophangen en zo. En dan hier een grote spiegel. En dan het bed en zo. Oh, dat lampje is een beetje scheef. Of dat is de bedoeling, dat weet ik niet. En dan hebben we het balkon. Nou, ons uitzicht is nou echt niet om te noemen van wauw, maar het zijn volgens mij oude appartementen of zo. Volgens mij wonen hier nog wel mensen, maar daaronder staat wel echt voor rent of zo. Dus ik denk dat het een beetje vervallen is. Maar ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. Zoveel zijn wij niet op de hotelkamer, dus wij vinden het nooit zo erg om... Tenminste, het bed moet goed liggen en het moet wel een beetje netjes zijn, maar het hoeft niet echt heel luxe te zijn van ons. En dan is dit de badkamer. Echt heel chill. Gewoon. We hebben een bad. Arno was helemaal blij, want we hebben een bad. En een douche neem ik aan. Ja. Ik heb altijd zo'n hekel aan douchegordijnen, maar ja. Dus, nou, helemaal top. We gaan nou heel even op bed liggen, denk ik. Even chillen. En dan gaan we even kijken wat we vandaag nog gaan doen. Het is nu 2 uur ongeveer, dus we kunnen nog wel even lekker naar het zwembad misschien. Ben ik ook wel benieuwd naar hoe het eruit ziet. Zo, 30 hours later. En we hebben vanmiddag dus echt gewoon alleen maar geslapen. Het is toch altijd als je 's nachts opstaat in ons geval om 3 uur, dan, ja, dan ben je op een gegeven moment zo gesloopt. Dus we kwamen hier aan en we hebben gewoon lekker even geslapen. En ons gewoon echt langzaamaan opgemaakt. Niks gehaast of zo. En het is nu ondertussen 8:50. En we gaan nu de deur uit om te gaan eten. Ik heb dit hele leuke jurkje aan. Van Blended. Hele leuke ruffeltjes. Die is trouwens niet meer te koop. Maar wel heel leuk. En dit tasje komt van AliExpress. En ik zie dat ik daar alweer... Daar zo alweer lekker rommel heb gemaakt. Dus dat ga ik even opruimen. Dit is trouwens het hotel waar we nu slapen. Dit is het Manoussous City Hotel. En 4 jaar geleden of zo waren we ook in Rodos en toen zaten we hier. Dus echt heel grappig. Maar het is echt wel een netjes hotel en
En waarschijnlijk morgen gaan we naar het zwembad, denk ik. Dus dan kunnen we dat ook eventjes laten zien. Wel, we zijn nog netjes aangekleed en we belanden bij de Chicken Stories. Maar dit zijn echt, we weten voor de vorige keer, echt de lekkerste kipburgers ooit. Ik heb gewoon zo'n lekkere kipburgers. Dus, nou, vandaar dat we nu hier zitten. Het is niet echt gezellig eten, maar het is wel echt fucking lekker. We hebben natuurlijk vanmiddag Vita Gyros op, dus dan kunnen we het veroorloven om een keer pap te eten. Nee, maar dit is echt lekker. Ik zal het zo een beetje laten zien. En het ziet er ook nog eens kei leuk uit. Wij hebben onze burgers. Het ziet er echt heel lekker uit. Oh, het ziet er echt heel lekker uit. Het is met gefrituurde eitjes, kaas, kip en de onderin zit rucola. Ik ga het weer even proberen. Kijken of hij nog zo lekker is. Hij is wel oké, maar niet zo lekker als de vorige keer hoor. Goedemorgen vanaf het strand. Wij hebben gisteravond echt letterlijk niks meer gedaan. We hebben een ijsje gegeten bij wel echt de beste ijstent van Rodos. Maar het zal niet de laatste keer zijn dat we daar geweest zijn. Dus dat zal ik jullie wel eventjes laten zien ook van de week. En daarna zijn we gewoon lekker gaan slapen. Want we waren echt allebei helemaal gesloopt. Dus vroeg op bed gisteren en nu lekker op tijd op het strand. Het is hier echt heel leuk. Dus ik zal straks ook eventjes daar binnen laten zien. Het is een beetje boho-achtig. En die parasols zijn ook kei cute. Ik zal even laten zien hoe het er nu uitziet. Ja. Kijk hoe leuk die parasolletjes zijn. En Arno is even terug naar het hotel gelopen. Het is ongeveer 10 minuutjes lopen. Want we waren onze waterschoenen vergeten. En hier kan ik echt niet overheen lopen. Dat kunnen wij voeten echt niet aan. Dus we mogen zo meteen met van die hele mooie waterschoenen het water. Maar ja, geen zere voeten in ieder geval. Dat is het belangrijkste. Heb jij dat ook zo, dat je van die gevoelige voeten hebt? Of heb jij zoiets van, nou, gelukkig niet. kan jij gewoon overal doorheen lopen. Dat zou echt zoveel beter zijn. Maar ja, als ik zonder die waterschoenen het water in ga, dan kom ik het water niet meer uit. Dus dat is geen succes. Wij zitten hier nog steeds lekker. Maar ik had even een tipje voor jullie. Ik had hem van de week nog bij de Action zien liggen. Dus dat is deze kluis. Wij zijn net met z'n tweeën gaan zwemmen. En normaal doen we dat eigenlijk niet, omdat je dan al je spullen natuurlijk achterlaat. En ja, ik vind dat toch niet zo'n prettig idee met je camera en met je, vooral je portemonnee met al je papieren erin en zo. Maar nu kun je dus deze. Dit is zeg maar zo'n kluis. Die kun je dus zo vastmaken aan bijvoorbeeld deze paal. Die nemen ze natuurlijk niet mee. En dan heb je hier gewoon een code die kan je invoeren. En dan blijft het gewoon zo hier aan zitten. En dan kun je gewoon met z'n tweeën gaan zwemmen. Ondertussen is Arno lekker aan het zonnen. En ik heb lekker frappé. En Arno Mythos. Oh, ik kan hier zo van genieten. Oh, love it. Wij gaan nu eventjes lekker wat drinken. En zometeen komt het eten als het goed is. Wij zitten echt in deze hele leuke bar. Die hoort dan bij het strand. Bij het strand, zeg maar, waar wij net zaten. Zal ik even laten zien. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Ik moet wel zeggen, voor Griekse standaarden is dit best wel een dure tent. Wij keken op de menukaart en er stonden echt een paar dingen in de 15 euro mark, zeg maar. Kost vooral, nou, er stonden ook echt dingen van 200 of 300 euro. Dat denk ik van oké, maar goed. Dus echt voor de Griekse gerechten hoef je hier ook niet te komen. Dat is ook wel een ding. Het is wel heel lekker sfeertje, zoals je ziet. Maar ik zou hier denk ik dan alleen maar terugkomen om wat te drinken. Niet per se maar om wat te eten, denk ik. Maar we hebben het nog niet gegeten. Misschien is het wel heel lekker. Proost! Arno, is je niet blij? Toch een lekker tussen. Oei, oei. Nou, wat betaal je daarvoor? 18 euro. 18 euro. Voor drie mosselen.
Ik zou ook niet blij zijn. Ik heb een burger. Doe eens rustig. Ik heb een burger. Ziet er wel goed uit, maar ik ben benieuwd. Maar goed. Arlen, mijn pot zat bijna op. Oei, 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 oei. Is wel lekker. Nou, ik lustte die burger niet. Ik vind het nog gelukkig wel lekker, toch? Maar de friet is ook gewoon niet goed gaar. Ik vind het een beetje een aanfluiting. Ik vind de kwaliteit van het eten echt niet ten opzichte van die prijs. Kwaliteitsverhouding zeg maar echt niet, niet best. Maar goed, ik denk dat je betaalt voor het leuke zitten, want... Wij zitten inmiddels bij het zwembad met een lekker cocktailtje en we zitten in zo'n suite. Ik zal het zo meteen even van buiten laten zien. Maar ik zal even mijn uitzicht van de villa laten zien. Kijk, daar heb je nog andere bedjes. En dan is dit het zwembad. Dan heb je daarachter een barretje waar je drinken kunt bestellen. En wij zitten dan, ja dat zal ik zo meteen laten zien, in zo'n ingebouwde ja, bed. Een paar cocktails verder en opgemaakt verder. We gaan zo meteen lekker eten. En ik heb mezelf dus klaargemaakt en Arno ook. Nou, laat even zien wat je aan hebt. Dit is echt leuk. Zo, ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik zal zo meteen Arno nog wel eventjes een beter beeld laten filmen. Want je ziet, het is echt een hele lange jurk. En dat zie je nu niet. En ja, misschien een schoenen zie je het trouwens ook nooit. Dat broekje moet ik even uitwassen trouwens. We hebben vandaag wasding gekocht. Want ik had een vlek gemaakt. Zou ik niet zijn als ik geen vlek maak. Op dat witte jurkje van gisteren, hè? Die broderie. Hoi, hoi, hoi. Maar goed. Deze jurk komt van Blended. Top ook van Blended. Oké. Nou, dat was het. Kettingjes komen ook allemaal van Blended. Horloges van Clues. En mijn ringen, daar krijg ik ook wel eens vragen over. Die zijn ook van Blended. En deze ook. Goed. Helemaal Blended. Maar ja, wel heel leuk. Nee! Oh nee, ik maak het nat. Oh, echt op zo'n awkward plek. Nou ja. Als het goed is, droogt het gewoon op, want het is water. Oké, okay, nou. We gaan eten. Kijk, dat is hem. Hij zit echt super mooi lang. En dan heb ik wel van die blok achter de hoofd, want anders ben ik zo mini. Dus, ja. Echt heel blij met deze jurk. Wij zitten nu bij een koekboek. Denk ik. Koekboek. En een familietaverna is het in ieder geval. En wij hebben recht. We hebben salade en tzatziki en een lekker pita broodje. Dus dat gaan we nu lekker eten. Kijk gauw hoe leuk Arno eruit ziet. Ik vind het helemaal leuk. Ik heb voor het eerst sinds tijd een polo aan. Maar ik vind het helemaal leuk. En dit heb ik als hoofdgerecht. Lekker chicken souvlaki. En Arno heeft een mixed grill. Ziet er goed uit. Nou, ik ga me even wassen. Ik ben echt benieuwd hoe dat dit gaat. Ik was ook nog eens de biotex vergeten. Dus ik ben überhaupt benieuwd hoe dat dit werkt. Dit is Travel Wash van Dylon. En volgens mij is Dylon ook dat merk van de verf, volgens mij. Dus ik denk dat dit wel een goed merk is. Want dit is gewoon vies. Oh, ik zal het even laten zien. Hoe ik het weer ondergemokkerd heb met... Kijk. Tjolonde. En, maar ik wil hem gewoon nog een keer aan. Dus ik ga dit even filmen of zo, maar denk ik. Zo, oh my god, het gaat vanuit. Zo, ik sta echt helemaal versteld van mezelf. Kijk of ik mijn plekje mis. Nee. Nou. Wat goed! Goedemorgen. Wij zijn nog niet helemaal gewend hier. Dus we lagen gisteravond weer op tijd op bed. Maar ja, we gaan nu lekker wandelen door de oude stad. En kaartje versturen, denk ik. Is wel een keer leuk. Ik vind het altijd heel gezellig. Kaartje versturen, normaal doe je dat nooit meer natuurlijk. Dus
Ja, maar we gaan vandaag lekker wandelen in de oude stad. Echt super mooi is het daar. Dus ik heb lekker mijn camera mee en we gaan lekker foto's maken. En ja, gewoon lekker chillen. Nou ja, best wel hard werken toch? Maar het is zo warm. Dus Arno zei al, waarom doen we dit nou weer op de derde dag? We zijn nog helemaal niet geacclimatiseerd. Maar ja, we kunnen maar beter weer weg zijn toch? Nou, ik zal gelijk even mijn outfit laten zien. Het is allemaal oud. Deze is van de Zara van vorig jaar. Deze is van... Oh, Weekamp volgens mij, van 2 of 3 jaar geleden. De schoenen zijn nog wel te koop volgens mij. En mijn riem ook. Mijn riem komt van Blended. En mijn schoenen komen van Vagabond. En tas van AliExpress. Misschien is die er ook nog wel. Kijk hoe mooi. Dit is de ingang van de oude stad, zeg maar. Dit is een fort. En daar, dan heb je dit, zeg maar. Hier stond vroeger volgens mij water in. Kijk hoor. En hierachter heb je ook een paleis. Daar zijn wij vorige keer ook heen geweest. Daar gaan wij dit keer niet naartoe waarschijnlijk. Maar ik kan wel even wat beelden invoegen van toen. Misschien is dat wel leuk, dan hebben jullie een beetje een idee. Daarbinnen is het ook echt heel mooi. Nou, dan lopen we nou onder die poort door. Het is echt zo'n middeleeuwse gang. Zo vet hier. Ook met die oude lampen en zo. Echt prachtig. Kijk, en dan is dit het paleis, zeg maar. Echt zo mooi. Het oude gedeelte van Rodos is zo prachtig. Wat deed jij? Wat deed jij? Hij is hem altijd... Hij is hem al belachelijk gemaakt, wil ik zeggen, maar... Hij is hem al te plagen. Wat ga je doen? Wat is dat? Ik heb nou niet echt mijn klimschoenen aan. Nou, nee. Oh, kijk hoe gezellig. Hier word je alleen wel elke avond gewoon binnengeroepen om te drinken of te eten natuurlijk. Maar ja, dat is op zulke toeristische plekken altijd. Vinden wij wat minder. Dus wij gaan altijd zijstraatjes in om een plek te zoeken voor te eten en zo. Maar ja, dan weet je dat. Je zult hier vast heel goed kunnen eten, maar dat, die restaurants die skippen wij meestal. Leuk om te doen is toch wel die oude straatjes gewoon allemaal doorlopen en dan gewoon op dit soort leuke weggetjes uitkomen, paardjes en gewoon lekker wandelen. Heel veel restaurantjes, oh dat ziet er ook heel leuk uit. Heel veel sieradenwinkeltjes en zo. Ja, wij zijn hier niet echt om te shoppen, maar het is natuurlijk altijd leuk om hier even doorheen te lopen, maar je komt elke keer wel op een ander plekje. Het is echt, echt heel mooi hier. Dan kom je ook weer ineens uit op zo'n pleintje. Het is toch net alsof je in een, hoe heet het, in een museum loopt. Het is echt heel vet. Lekker dicht gebouwd met bamboe of zo. Wat is het? Ik heb geen idee eigenlijk. Dit was trouwens vroeger een tapijtenfabriek. En we gaan nou weer die kant op. Volgens mij komen we dan weer bij de drukke winkelstraat uit. Hoe leuk is dit fonteintje? Zo schattig met die zeepaardjes. En daaronder heb je allemaal tegeltjes met allemaal figuurtjes erop.
Je hebt echt overal van die pleintjes. Kijk trouwens die bomen, Arno, heb je dat gezien? Hoe groot die zijn? Niet normaal. Hallo. Maar meestal de grote pleintjes, de meeste pleintjes, grote pleintjes zijn weer meer toeristisch. Daar roepen ze je ook weer naar binnen en zo. En daar hebben ze allemaal tributen en zo aan. En... No, thank you. Hier ook een piloot of een zeeman, weet ik veel. Dan loop je weer zo'n drukkere winkelstraat uit en dan kom je dit weer tegen. Echt zo tof. Het is echt bizar dat dit al zo lang staat. Ik wil eens kijken hoor. Echt bizar. Maar zo tof. Ja, ik vind Rodolstad echt heel mooi. Vooral die oude dingen tussendoor. Echt een hele romantische stad is het. Ik word er helemaal blij van. Ik ben alleen maar romantische wend kwijt. Waar is hij? Gewoon even. Van de verkeerde kant op gelopen. Hij zit daar aan het water. Het waait hier echt zo lekker. Oh, zo kom je bij de haven. Dit lijkt wel een oude opslag van iets. En er zitten nou allemaal andere dingen in, maar... En dit is eigenlijk weer de ingang van de oude stad. We zijn daar net uitgegaan. Langs die oude haven. En dan loop je zo en dan heb je hier dus weer de ingang. En even kijken, ja, we willen denk ik... Daarachter zit ook nog een ingang, volgens mij naar... Naar de meer toeristische haven, want dit is zeg maar weer de grote jachten en de cruiseschepen. En als het goed is heb je daar de kleinere bootjes en ja, dat is het wat toeristische gedeelte. Daar heb je ook wat drinktentjes, joh, wat dorst. Wij zijn nu langs de haven gelopen en nu zijn we weer hier. Het ziet er echt weer mooi uit. Je kunt hier ook naar boven om boven op die dingen te kijken. Volgens mij werd hier langs de oude stad wel beschermd. Zoals ik zo kan zien. Ook met die gaten waar ze doorheen konden schieten en zo. Nou, kijk even hoe groot die wesp is. Oh my god, die zit dus nou in Arlo's bier. Arlo's was al aan de andere kant van het terras, want die vindt dat niks natuurlijk. En toen ging die in zijn bier. Nou goed, we zitten hier dus aan de haven. Oh mijn god. Het was echt zo'n beest. Ik weet niet of je het kan zien. Als je dat zo ziet. Godverdamme. Wij staan nu bij de toeristische gedeelte bij de haven. En dit is echt wel hoog. Volgens mij was dit, als ik het goed herinner, een markthal of zo. Als je daar doorheen loopt, dan gaan we nu eventjes kijken. Wij zijn daar 4 jaar geleden ook nog geweest. En ik weet even niet meer hoe dat er aan de binnenkant uitzag. Dus daar lopen we ook eventjes heen. Nou is ondertussen geparkeerd op een kompakje. Met zijn meeuwenshirt. Ga je mee? Oh ja, hier binnen had je dit mooie gebouw. Ik weet niet precies wat het is. Het is een soort van klein tempeltje of zo. En hier omheen zitten dus helemaal marktkruimpjes en zo. Ik moet zeggen dat het meeste wel dicht is. Er zijn wel een paar dingetjes open, maar er is ook best wel wat dicht. Ik weet niet waar dat aan ligt of dat het gewoon minder goed loopt hier en dat het dan niet veel winkeltjes open zijn. Dat het misschien s'avonds allemaal open is. Dat kan natuurlijk ook. Wij hebben eigenlijk vanmiddag niks meer gedaan nadat we teruggekomen waren. We hadden natuurlijk best wel lang gelopen, dus we waren er nogal op. Even bij het zwembad nog gelegen, maar het was echt best wel fris daar, want het waaide echt mega hard. Daarom was het eigenlijk wel een goede dag om te lopen vandaag. Dat het niet te warm was, maar alsnog was het heel warm. Maar ja, je bent natuurlijk de temperatuur die gewend.
En nu zitten we bij een tentje. Hier zaten wij 4 jaar geleden, hebben we echt, ik denk wel, ja, 5 of 6 keer gegeten, denk ik. Toen waren we ook 2 weken op vakantie en toen waren we echt, ja, toen hebben we echt 5 dagen sloeien gegeten omdat het zo goed was. Dus dan moesten we natuurlijk ook terug naartoe om te kijken of het ook nog steeds zo lekker was. In tegenstelling tot de burgertent hoop ik dat dit wel goed bevalt. Maar goed. Vanmiddag hadden wij ook nog gegeten bij een tentje aan het strand. Nou, ten eerste duurde het super lang voordat het kwam, het eten. Iedereen om ons heen die na ons was geweest had het al gekregen. En nou, toen kregen we het. Het was echt mega droog en zo. Het was echt geen aanrader. En vervolgens ben ik nou ook nog misselijk van het eten, denk ik. Maar het gaat nou wel iets beter, maar ik heb nog een beetje maagpijn. Dus ik ga vanavond wel pasta eten in plaats van gewoon vlees en zo. Vandaag zijn we een beetje op de Italiaanse toer, dus pasta. En als voorgerecht vlees. Ik weet niet waarom ik dat net zei, maar. En lekker bruschetta. Helemaal zin in. Oh, deze pasta carbonara ziet er perfect uit. En Arno heeft een prime rib met pepersaus. Oh, dit gaat lekker zijn. Oh, kijk nou, lekkere tiramisu. Nou, pasta was echt top. Ik ben helemaal blij. Want ik heb gisterenmiddag dus niet lekker gegeten. Gisteravond was het ook niet echt top. Ik had kip souvlaki en die was heel droog. Vanmiddag heb ik dus ook niet goed gegeten waar ik misselijk van was. Deze pasta was top en het voorgerecht. En nu ga ik lekker tiramisu eten. Gelukkig kun je maar niet maken. Oh, ik heb hier zin in. Moet ik hem in één keer achterover slaan? En straks komt het alles uit. Het stinkt echt. Het ruikt naar kakkerlak op Delgen. Oh, dat ruikt er echt naar. Dan ga je dat ook echt niet uit mijn hoofd. Je doet het niet. Hoor dan. Oké. Het is helemaal niet zo heel erg. Hij is ook niet heel sterk. Nou jij. Maar het smaakt alsnog een beetje naar kakkelakken veel over. Ja. Ja. Maar de achteraan wel sneller dan een slok bier. Doe mij een toppertje en een briesje waterbloem. Sinds, nou, ik denk wel 10 jaar of zo, een briesje. En wel in waterbloem smaak. Ik ben very excited. Ik ga even proeven. Oh, dat is heel lekker. Ik dacht dat het heel zoet was, maar het valt best wel mee. En wij gaan nu lekker kwiksen met z'n tweeën. Met een extra goede dobbels. Het mysterie van de groene dobbelstenen is echt een verhaal op zich. Dat ga ik jullie ooit nog eens keer vertellen. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. En wij zijn onderweg naar het strand. Kijk hoe leuk steegje wij elke keer door moeten lopen. Echt zo schattig. Daar gaan we weer lekker de hele dag aan het strand liggen. Ik zal zo meteen even laten zien wat ik trouwens aan heb. Want ik heb een hele leuke bikini aan. Kijk, dit is die bikini. Dit bovenstukje. En ik heb er een ander onderstukje bij gekocht. Ik zal alles wel even in de beschrijving linken. Het topje is van H&M. Deze is van ASOS. En ik heb hieronder nog zo'n bandeau. Anders zie je, als ik alleen dit aan heb, zie je mijn tepels er doorheen. Dus ik vind het zelf niet prettig. En het mooiste van mijn outfit zijn natuurlijk deze hele prachtige. Wij liggen weer lekker aan het strand. Echt heerlijk hier. Met een frappé natuurlijk.
We zitten nu trouwens in het tentje naast het tentje waar we vorige week zaten. Vorige week, vorige keer. Dat is namelijk daar. En nu zitten we hier. En deze strandtent is iets minder populair, denk ik. Het ziet er alsnog mega leuk uit. Maar hier hebben ze gewoon club sandwiches en burgers. En gewoon wat simpelere gerechten in plaats van allemaal rare dingen. Die burger was het enige normale wat er eigenlijk op stond. Dus nou, dat is wel beter. Dus we gaan daar straks ook lekker eten. Dat is echt ideaal. En ja, ik zal het straks wel even laten zien. Dat zag er natuurlijk heel leuk uit. Alleen volgens mij ziet het er ook wel heel leuk uit als je daar binnen zit. Het zijn wel hele leuke stoelen, zag ik al. Het lijkt een beetje op onze stoelen die wij hebben. En ik heb nou even dat bovenste topje uitgedaan. Dat ik net heb laten zien. Ik heb nou gewoon deze top aan, dus ook een beetje niet op. Maar zoals ik net al zei, heb ik die eronder. Zodat je niet echt mijn tepels kan zien. Maar ja, dus die heb ik eigenlijk nu gewoon aan voor het zonnen. En dan gewoon dat broekje natuurlijk eronder. Dus dat is eigenlijk wel ideaal. Ik vind deze bikini tops altijd zo heel erg lelijk. Maar ja, ik vind het wel echt ideaal voor het zonnen. Wij zitten niet te wachten op ons eten, maar kijk even hoe leuk dit tentje is. Dit zit dus naast Ronda waar wij van de week zaten. Maar echt heel leuk met die lampen zo, met die touwen. Ik denk dat die s'avonds ook heel sfeervol is. Dus als dit eten goed bevalt, de prijzen waren echt gewoon top. Wel iets duurder, maar dat is ja, altijd wel met een beachclub. Die zo hip is in ieder geval. Maar daar heb je wel heel veel sfeer voor terug. Niet Griekse sfeer, maar wel leuk. Maar dan is het wel leuk om hier nog een keer s'avonds te komen eten. Want ik denk dat er ook heel leuk is met die lampjes en zo. En ik ga weer een Cornstar Martini drinken. Ik heb echt een nieuwe obsessie. Ik hou er zo van. En ik drink eigenlijk alleen maar bij de lunch een cocktail. Dat gaat echt even mis bij ons. Oh, this list looks very good. En die ook. Jij ook. Wij gaan eten. Wat hebben we vanmiddag gedaan? We hebben het strand geweest. Nou, daarna zijn we naar huis gegaan. En nu zijn we weer naar de stad. Door dit leuke steegje. Oh, ik zal even laten zien wat ik aan heb trouwens. Ik heb namelijk deze jurk aan van de H&M shop die je hebt kunnen zien. En daarop heb ik deze gouden riem. En deze komt van Gossip. En deze tas weer. En die komt van Blended. Schoenen hebben van Wagenbon 200. We zitten nu bij Stilos. Het is niet heel oud en we wilden gewoon eventjes snel wat eten. We hadden alsnog niet verwacht dat het zoveel was eigenlijk, want we hebben niet heel veel honger. Maar we zijn lekker allebei gyros. Schijnbaar is hier de beste gyros van heel Rodos. We gaan het testen. We zijn weer terug op de kamer en het was echt goeie gyros. Echt toppie. Dus aanradertje als je hier bent. Het is meer een soort van snackbar-achtig idee. Dus gewoon voor een snelle hap, zeg maar. We hadden ook niet heel veel honger meer, aangezien we vanmiddag best wel laat hadden gegeten. En best wel veel natuurlijk, die burger. En ja, allebei hadden we een burger trouwens. Dus vandaar. En ja, morgen gaan we een auto huren. Dan gaan we lekker in 3 dagen het eiland verkennen. Dus daar hebben we heel veel zin in. En nu gaan we nog eventjes wat spelletjes spelen op het balkon, denk ik. En dan... Oh, mijn ijsje staat helemaal te smelten. We hadden nog een lekker ijsje gehaald bij die ijstent. Van de week ga ik filmen, maar het was nu zo druk dat ik eventjes geen tijd had om te filmen. Goed. Hoi, even heel hier vanuit de toekomst. Ik wilde bij deze de vlog afsluiten. Ik dacht dat ik gewoon een hele week kon vloggen en dat uploaden. Maar ik moet het gaan verdelen in 2 delen per week. Dus ik denk dat jullie nog 3 vakantievlogs van mij te goed hebben na deze dus. En aankomende zondag komt dan deel 2 van deze weekvlog, zeg maar, online. Mocht je nou niks willen missen, vergeet je niet te abonneren hieronder. En vergeet je ook niet je notificatiebelletje aan te zetten. Dan krijg je een melding wanneer ik een nieuwe video upload.
Dus dan ben je racist erbij. Vergeet ook niet eventjes een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En dan hoop ik jou zondag weer te zien.